Bij de blauwe rens. En dan komt die adrenaline, die zit er al een klein beetje in, maar dan wordt in één keer worden losgelaten. Maar dan moet je rijden. Jackie was sterker. En die neemt daar snel de voorsprong. Die man die heeft haast. Sterker die heeft haast met die Audi. En, oh, hier geschikt was hij. Hij heeft 5 seconden, 193, maar dat is maar moet een heel stuk goed maken. Dat is Nick Haringsma. Die man die moet heel veel goed maken, 268. Die gaat hem dan volgen, Kevin Damhuis. En die twee die zijn dan met elkaar even naar heel zwaar uit die bochten. De 268 die gaat heel ver. Kevin Damhuis gaat heel ver. 192 die wordt al in het gewas gezet, Nick Haringsma. En de 190 die maakt daar dankbaar gebruik van. Brian Drost. Hij staat op 140. Bob de Bruin. Ja, dat is wel een mooi verhaal. Bob de Bruin. Die vraagt een VIP-behandeling. Want Bob, zijn tante, die regelt de vergunningen. En de vergunningen zijn dit jaar naar Haaksbergen niet al te gemakkelijk. Dus de tante van Bob die heeft zich ook ontzettend ingezet voor de Vlonde Gros. Dat dit allemaal door mag gaan. Bob de Bruin. Met een zwart witte politieauto. Nummer 272, het wordt je heet aan de voeten. Meneer Prul die heeft de auto in brand staan, maar niet zijn brandblussen zijn, de brandweer is er. Ik ga kijken naar de nummer 1. De 279. Hij rijdt nog steeds op eerste plek. En daar gaat het even mis. Daar worden een aantal auto's netjes aan de kant gezet. De 279, de snelle Audi. En de 268, die komen daar dondersnel volgen. Maar ja, het is een beetje zacht en sam in de boord. Die konden we net niet meer maken om daarbij te komen. 190, Brian Drost.